ik vind dat eng. Dus vertel het maar. Nou, mijn stichting die richt zich op lotgenoten die een achtergrond hebben in seksueel misbruik en seksueel geweld. En wat wij willen doen is het bespreekbaar maken ervan. Dat het niet zo'n ontzettend eng onderwerp is waarbij mensen die het niet hebben meegemaakt denken, hoe moet ik erover beginnen tegen iemand en ja, hoe moet ik zo iemand benaderen? Want, ja, er zit gewoon heel veel lading op. Nou, het is geen borrelpraat dus. Nee, maar aan de andere kant, als je het meegemaakt, dan wil je op een gegeven moment ook heel graag je verhaal kwijt. En je bent zelf ook dan voorzichtig van, oh, het ligt zwaar, mensen vinden het spannend. Kan ik er wel over beginnen tegen iemand? Dus het is een beetje aan beide kanten steeds aftasten van, kan je het bespreekbaar maken? En wij willen die drempel wat verlagen. En wat wij ook willen is mensen helpen om weer hun kracht en zelfvertrouwen terug te vinden. En wanneer ben je hier aan begonnen en waarom? Ruim een jaar geleden. En wat was de trigger? Ja, eigen verleden. Ik ben zelf ook seksueel misbruikt door mijn vader. En ik heb zelf een enorme lange weg afgelegd om daarmee in dreinen te komen en mijn kracht weer terug te vinden. En ik voelde gewoon dat ik heel graag mensen daarin wilde helpen om dat ook terug te vinden. Want ik weet nu wat voor groot goed het is om gelukkig te zijn. Hoeveel mensen help je? Dat is lastig te zeggen, omdat wij op allerlei manieren coaching en hulp aanbieden. Zowel online als offline. En dat sommige mensen maar één keer komen bijvoorbeeld. En sommige een wat langer traject met ons ingaan. Dus ik denk zeker tientallen, of misschien dat we er zelfs al 100 bereikt hebben al in een jaar. En waar wil je volgend jaar staan? Het mooier is als de groep steeds groter wordt die we kunnen bereiken. En dat is de hoop en dat het makkelijker wordt om erover te praten. Er zijn mensen van 70 bijvoorbeeld die het hebben meegemaakt en die het nog nooit hadden verteld. En die bij ons dan voor het eerst dat komen vertellen. Ja, dan breekt mijn hart. En dan denk ik, cool, laten we er opener over zijn. En vind je het makkelijk om het hier te vertellen? Ja, geen probleem. Mooi, dankjewel.